Download de texture pack in de mail, doe de jukebox aan en raad de nummers. Oké. Okay. Huh? Oh! Dit is mijn intro muziek! Oh, er staat hier mooie rules. Even kijken. Uitleg over de map, informatie over de mapmaker en regels. Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe Minecraft map van de kijker. We staan weer in een nieuwe mapje. We hebben hier uitleg over de map. Het map bestaat uit 5 onderdelen. A parcours, B minefield, C find the button, D is weekend gaan vieren en E is dolf. 4 onderdelen bestaat hij dan, zeg maar. Maar op zich niet uit. Informatie over de mapmaker. Hallo, mijn naam is David. Ik ben 14 jaar. Ik vind het tof om naar jouw video's te kijken. Daarom maak ik deze map. Hoi David, ik ben 20 en ik waardeer dat je naar mijn video's kijkt. Regels, niet cheaten, niet ragen, niks breken. Die ga ik alle drie verbreken. Oké, we starten. Denk ik. Wat is dit? Lapisblok is teleport. Ja, dus als je gewoon naar beneden dondert, duidelijk. Oké, hier moeten we omheen zien. Omheen zien te springen. Oké, maar dat is wel top. Dat er dan een systeem is. Ah! Als ik naar beneden val, dat ik dan gewoon weer terug word gezet. Makkie. Ja, op zich. Oh, ik zag al wat ik moest doen. Komt-ie. Moet er voorbij? Nee! Iets blokkeert mij. Daarboven. Ik val naar beneden. Oké. Er zit hier achter een hendel. Die moet ik eerst... Oh, nee! Oh my god! Wat ik wilde zeggen is, hier zit een hendel. Nee! Oh, ik word tegengehouden. Ik moet eerst die hendel over zien te halen. Anders kom ik niet... Ik ga hier letterlijk dood. Je begint gewoon je map gewoon meteen moeilijk. Ik heb de switch overgehaald. Huh? Wat? Ik dacht dat ik dat moest doen. Ik snap er geen zak van. Nou, niet cheaten. Hoe is het? Wat? Hij werkte gewoon niet. Nou ja, zeg. Einde onderdeel 1. Oké, dit is dan onderdeel 2. Nog meer parcours of zo? Ja, prima. Ik doe nog wel een parcours. Tje. Nu aan de zijkant. Op! Nee! Ja, ik ga niet heel dit stuk nog een keer doen, joh. Daar heb ik toch helemaal geen zin in. Maar we hebben hem wel gehaald. Onderdeel 2. Wat is dit? Ik vind het onduidelijk. Ik denk dat ik dit pad moet volgen. Dat denk ik. Ik denk dat ik anders dood ga. Oh, maar dit is leuk. Oké. Okay. We gaan goed. Als we maar niet per ongeluk op een andere plate gaan staan. Andere kant op. Ja. En dit gaat top. Oké, nu mogen we naar voren. Tot hier. Oké. Okay. We mogen naar voren tot hier. Oké, okay, dus als je... Ik denk, als je misstapt, dat je dan helemaal terug moet. Dat denk ik. Het is wel echt een pleuris eind trouwens om die kant op te kunnen. Jemig. Oké, deze kant op. Zo, perfect. Naar voren. Tot deze. Ja. Hier. Er voorbij. Ja. Zo, deze kant op. Jemig, wat is dit een lange sliert. Zo, gaan we nou gewoon in één keer halen? Dat zou toch wel top zijn. Oké. Zo. Zo. Ja hoor! Hoppa! In één keer gehaald. Hartstikke goed. Find the button, heel veel plezier. Ja, ik heb hier dus echt... Ik druk op de tip. Wooden floor, duidelijk. Oké, dus de tip is houten vloer. Dus ik ga ervan uit dat hij op de houten vloer zit. Wat is dit? Naast de random signs. Huh? Wacht, waar waren die random signs? Tip 2. Heel dicht bij de span, naast de random signs. Huh? Oh. Oh. Hier. Hier. Dit was perfect geweest. Hier liggen allemaal pressure plates. Een van deze pressure plates doet iets. Zo'n feeling heb ik. Gaat er niks iets doen? Lijkt er niet op, hè? Dat is een nee. Heel dicht bij de span... Bij de random signs op een wooden floor. Denk dat ik dan nu toch echt alle tips heb die ik nodig heb. Misschien dan hier, de eerste huizen. Oké, dus wooden floor bij de random signs. Heel dicht bij de span. Hier ben ik gespand. Heel dicht bij de span. Zit het dan aan de achterkant of zo? Ik zie hier een command block liggen. Ik zie hier een command block liggen. Hier. Dan is het toch geen find the button als je een pressure plate moet vinden? Wat? Oh, kom op.
Oké, dus sowieso deze kant op, want die andere kant die liep al dood. Ik ga gewoon de linkermuur aanhouden. Alleen maar de linkermuur aanhouden. Alleen maar links. Alleen maar links. Dan kom je er uiteindelijk vanzelf wel. Links, links. Oh. Oh. We hadden toch deze doorgang moeten hebben. Als we hier links gaan, ziet u hier niks. Maar geen zorgen. We blijven links aanhouden. Links. Links. Jee, wat een lang... Einde? Hoe oud ben ik? Oh, dus onderdeel 5 is quiz. Nou, dan, je was 14, zei je. Abba. Hoe lang heb ik erover gedaan? 24 uur. Dat is niet heel lang. Download de texture pack in de mail. Doe de jukebox aan en raad de nummers. Oké. Huh? Oh! Dit is mijn intro muziek. Mijn intro. Hotshot. Het is Hotshot 2 eigenlijk, maar dat maakt niet uit. Welk nummer is dit? Kom maar door. Voordat er daar copyrighted nummers trouwens tussen zitten. Ja, Lil Uzi is sowieso copyrighted. Dus ik ga voor deze. Hij was fout. Ik ga voor deze. Dan ga ik voor deze. Welk nummer? Ja, maar ik kan dit niet te lang afspelen, want dan krijg ik copyright claims. Het is niet Panamera, want die begint anders. Het is Ferrari. Welk nummer is dit? Zit er ook een non-copyrighted nummer bij? Oh, dit is Lucid Dreams. Maar het is ook copyrighted. Dus we lopen weer door. Welk nummer is dit? Nou. Ja, dit is... Oh, ik weet niet meer welke dat is. Volgens mij is het Moonlight. Ja hoor. Oké. Oh, voorbij. Wow, dat was ik best wel snel. Kijken, we hebben er hier nog één. Oh, dit is Rockstar van de baby. Ja hoor, dat hoor ik al aan het eerste dingetje. Oké, volgende. Kom maar door. Dit is zeg maar de YouTube video gedownload, want dit is zeg maar de intro van de YouTube video. Maar trouwens, ik ken heel Lil Uzi eigenlijk verder niet, dus ik pak het toch maar random heen. Laatste! Oké. Maar er zijn hier twee. Geen idee. Dit is Panamera! Ja hoor! Hoppa! Outro. Oh, ik hoop dat er muziekje kwam eigenlijk. Om in de video te komen moet je dit doen. Subscribe met notificaties. En natuurlijk liken en een map opsturen naar map4jsgames@gmail.com. Dat is correct! Oh, we zijn echt uit van de wereld afgezonderd nu ook. Hey, bedankt voor het opsturen van je map. Hij was wel oké. Je parcours in het begin was te moeilijk. Vond ik helemaal niet leuk. Je find the button was geen find the button. Want het was een find the pressure plate. Maar die muziekjes was leuk. Maar bijna alles is copyrighted. Dus editor, knip er maar iets heel kort van. Of zo. We hebben nog een map staan. Die gaan we ook even spelen. Is dit het begin? Hallo? Wat is dit? Hoier, druk op de knop. Gedaan. We gaan beginnen met parcours. 3 levels. Wat? Makkelijk, moeilijk, moeilijker. Nou, dan beginnen we maar met makkelijk, hè. Nou, ik vind dit al erg uitdagend. Geen introductie trouwens van de mapmaker of zo. Kijk maar, we beginnen gewoon met de map. Misschien is er een introductie, maar ik kon het niet vinden. Proficiat, leuke woordkeuze. Dit was de enige intro van de map. Ah! Die ik kon vinden. Hatsee! Hoppa! Oh! Nou, we beginnen dus weer met een heerlijk fris parcoursje waar ik echt super veel zin in heb. Oh, dat we dit halen. Ik dacht dat ik hem al gefaald had. Oké, we hebben nu moeilijker. Ik vond deze al een beetje... ik haat dit soort jumps. Waarom... Sinds wanneer maakt iedereen dit soort jumps? Kijk, waarom zou je zoiets bouwen? Als je iets bouwt, dan doe je toch gewoon dit. Dat is toch gewoon veel makkelijker. Ik bedoel, waarom zou je het zo moeilijk doen? Nou! Hup, paaltje. Hoppa! Oké, we zitten hier op glad... Oh, ik vlieg! We zitten hier op glad ijs! Best wel moeilijk. Ik ga meteen vliegen, maar ik ga niet in survivor. Want als ik neerstort, ben ik bang dat ik weer compleet ergens anders terechtgekomen. Ai, ai. Ja hoor. Oh, maar dit doen we dan. Er zitten dan 2 vieze jumps in. Maar de rest doen we dan op zich wel leuk. Hoppa. Godsamme. Hey, stomme poppetje, hou je dan vast aan die trap. Dank u. Proficiat, dank u. Goed gedaan, volgend onderdeel is Dolof. Ik denk dat die open had moeten gaan. Of moet ik ergens anders heen? Ik heb geen idee. Ik ga deze kant wel op. Dames en heren, we gaan weer. Linkermuur aanhouden tactiek. Dit gaat hem weer worden. Linkermuur. Ik ga wel vliegen, want het stuurman is echt veel te... Linkermuur. Gaan we. Links, links, links. Oh, oh. Oh, daar is het einde. Oh, we moeten die kant op. Oh, we moeten die kant op. Dames en heren, ik herhaal. We moeten deze kant op. We moeten deze kant op. We moeten hier. 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 Ja. Links aanhouden. Volgende is een quiz. Even kijken, hoeveel diamonds heb je nodig om armorself te craften? Van diamonds. Een diamond shovel soort en een pickaxe.
Dan moet ik wel even nadenken. 30. Welk logo staat hier van Mojang? Een draak. Waarom regent het? Hoeveel mobs zijn er in Minecraft? Weet ik niet. Oh, 35 dus. Even kijken. Hoeveel dimensies zijn er in Minecraft? 3. Hé, wat? Welke nog meer dan? Oh, geen idee. Hoeveel game modes zijn er in Minecraft? Game modes van wat? 4? 5? Game modes van wat? In welke versie is de end in Minecraft geplaatst? In 1.9. Even kijken. Hoeveel keer is Minecraft verkocht? 120 miljoen keer. 110 miljoen keer. Wanneer is de officiële versie Nederland uitgekomen? 2011. Dat wist ik al. Proficiat. Blijft een leuke woordkeuze. Oh, dit is het einde, denk ik. Dat was de map. Ik hoop dat je het leuk vond. Maar dit vind ik wel leuk. Nou, maker. Ik weet niet hoe je heet, want jij hebt nergens je naam gezegd. Maar bedankt voor het maken van je map. Hij was wel een beetje kort. En je spawn was verkeerd. En ik vind parcours vind ik niet leuk. Maar dat maakt op zich niet uit. Dolf was goed, trouwens. Kijk eens even hoe mooi die eruit ziet van bovenaf. Hebben jullie genoten van deze aflevering? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet je map op te sturen naar mapvanjeeersgames@gmail.com. En misschien speel ik jouw map in de volgende aflevering. Misschien. Je weet maar nooit. Misschien ook niet. En dat was het. Liken en abonneren en zo. Je weet je allemaal hoe het werkt. En help me naar de 75 miljoen. En dan zie ik jullie graag in de volgende aflevering. Ciao!